echte binnenhuisadviseur ruimt op. En L-Label, het voordelige huismerk van de echte binnenhuisadviseur, is tijdens de opruiming nog voordeliger. Profiteer van 50% korting op elke tweede meter gordijn of uw tweede vouwgordijn. En uw tweede zonweringsproduct krijgt u nu voor de helft van het geld. Maar ook op een L-Label vloeren maken wij het bont. Nu elke tweede vierkante meter laminaat of PVC voor de helft. Uw huis restylen is met een L-Label nu wel heel aantrekkelijk. Kom snel naar de echte binnenhuisadviseur of kijk op onze website. Dat de kinderen die nu afscheid nemen samen met de kinderen van groep 7 in de bovenbouw iets gedaan hebben op het gebied van onderzoek en ontwerp. De Jenaplatschool is een school waar je onderwijs probeert te geven heel dicht nabij, de wereld leren kennen. En dat betekent onderzoek doen naar die wereld die heel dichtbij is. En dit jaar had Leon een kind in de klas die zei van ik heb een onderwerp. Hij was namelijk op de bijeenkomst van de dorpsraad geweest waarin uit het onderzoek een presentatie gegeven werd van allerlei onderzoeken en uitkomsten die uit dat onderzoek kwamen. En hij zei van hey, ik mis het kind in Sint Agatha. Ik wil eigenlijk zelf ook gehoord worden. Ik wil zelf ook onderzoek doen. Maar de gemeente die krijgt het vandaag omdat er uit het onderzoek ook iets komt wat u kunt gebruiken voor de kinderen in Sint Agatha. Ik wil dit onderzoek aan gaan bieden en ik vraag daarom de kinderen van groep 8 om het onderzoek aan te bieden aan de burger, aan de wethouder, de heer Stoffels. En ik vraag u van of u hier wilt komen en of de voorzitter van de dorpsraad ook hier op het podium wil komen. Dan vraag ik de kinderen van 8 om het onderzoek officieel aan te bieden aan de wethouder. Daan, je mag het aanbieden aan de wethouder. Dank u wel, Daan. Alsjeblieft. Dank u wel, Daan. De kaft ziet er al heel mooi uit, maar ik weet ook al wat erin staat. En ik heb al even in het leefbaarheidsonderzoek van jullie mogen bladeren. En ik moet zeggen dat ik jullie sowieso al een heel groot compliment maak voor de wijze waarop jullie dat gedaan hebben. Berekeningen staan erin, statistieken, grafieken, noem maar op. Het ziet er allemaal heel erg professioneel uit. En ik zei straks al tegen Ton, toen wij vroeger op school zaten, wij waren nog lang niet zo ver. En ik zie dat jullie al enorm ver zijn. Dus daar alvast de complimenten voor. Als ik kijk naar de inhoud, ik had vandaag ook de gelegenheid om het even in de ambtelijke organisatie neer te leggen. Van, wat vinden jullie daar nu van? En ze hebben met name ook gekeken naar die speeltuinen in de Kuilen en de Appelgaard. En de aanbevelingen, de wensen, zeg maar, die jullie daarin hebben. Nou, daar kunnen we denk ik best wel mee. Daar kunnen we echt wel wat mee. Want de ene keer dan is het een speeltuin die wat meer variatie moet hebben. Althans, dat zijn de wensen. En bij de andere speelplek zijn er wat probleempjes die je misschien kunt oplossen door die speeltoestellen daar weer weg te halen. En te verplaatsen naar een andere plek. Zodat je maar op één speelplek misschien tot een nieuwe inrichting hoeft te komen. In ieder geval onze mensen die gaan er zeker iets mee doen, maar wij krijgen dat natuurlijk ook een keer aangereikt door de dorpsraad, waarin jullie samen met hen in een werkgroep gaan zitten, heb ik wel gelezen. En dan komen wij in gesprek met de dorpsraad en misschien ook wel weer met jullie. En dan gaan we eens kijken wat we echt gaan doen. Maar er zitten best hele goede zaken in waarvan wij zeggen, daar kunnen we en daar moeten we ook iets mee. Ten meer ook omdat jullie dat hebben gemaakt, waaraan heel veel jongeren onder de 18 jaar hebben meegewerkt. En daar doen we het uiteindelijk voor, dat je ook met een rapport kunt komen waarvan je weet dat het draagvlak heeft. Dus het is een heel mooi rapport, goed gedocumenteerd en het heeft ook nog heel veel draagvlak. En daar moeten we als gemeente iets mee. Dus ik wil jullie daar heel hartelijk voor danken. Allemaal. Ik wil ook heel even vragen aan de voorzitter van de dorpsraad, Willy Thijssen, wat hij van het rapport vindt.
Nou, ik heb het ook al stiekem mogen inzien, of eigenlijk iedereen in de dorpsraad heeft dat mogen inzien. En ik weet niet of jullie het weten, maar de dorpsraad die heeft het doel om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Dus oftewel ervoor te zorgen dat we hier fijn wonen en kunnen leven. En als ik dan in het rapport kijk, staan er allerlei goede voorstellen in waar jullie mee komen om dat voor elkaar te krijgen. Hele moeilijke dingen, hele kleine dingen. Grote en kleine wensen, dure en goedkope wensen. En wat ik zo zag, bijvoorbeeld iets van, kunnen we niet iets leuks organiseren op Koningsdag? Zo'n prachtig idee waar ik denk dat dat echt iets is wat we missen, wat we zouden kunnen voor elkaar krijgen met z'n allen.